mensen, welkom bij een nieuwe review op de PTK. Vandaag staan we in Breskens. Nou ja, en we gaan niet alleen de kermis van Breskens hier in deze video review, maar we doen gewoon twee Zeeuwse kermissen. Er draaien namelijk op dit moment twee kermissen, Zeeuwse kermissen tegelijk. En die gaan wij combineren. We zijn met de boot van Vlissingen naar Breskens gegaan. En zometeen gaan we weer van Breskens naar Vlissingen. En daarna rijden we door naar een andere kermis die daar redelijk in de buurt is. Allebei ga je ze zien, maar we beginnen hier bij de visserijfeesten van Breskens. En u ziet het al, mensen, kijk eens eventjes, hij heeft ingeslagen, hoor. Ja, ja, mocht het water hoog komen net zoals vorig jaar, kan er een reddingsboei bij. Ja, vorig jaar was het in de springtij en dan was het tweede plein was dicht. Nu gaan we ervan uit dat dat niet zo is. Volgens mij is het geen hoogwater nou, want de boot die liep al op de zandbank, dus... Ja, we zaten bijna vast natuurlijk, maar dat komt natuurlijk ook omdat die boot een tikje lager lag als normaal gesproken. Maar goed, we gaan... We gaan eens even de kermis van Breskens laten zien. We gaan beginnen. Let's go! Wij starten met de babyvlug, de Funny Fight van Burger. Wippen kan je in de Trip Temptation van Bosma, die leuke shows erbij geeft. Naar voren, de tweede achter de 3-4-6 erbij. De 14, de 12 elkaar in de haren, de 11. Ja, Breskens heeft naar een geruime tijd weer een polyp terug. De laatste polyp die hier stond was de megapolyp van Schimmelpenning. Nu staat er weer een normale bakkenpolyp. En wel de Summer Party polyp van Kraak. Samen met Tijk, moest ik zeggen van de redactie. Die zei dat tegen mij, je moet dat wel even erbij zeggen. Dus dat doe ik dan ook bij deze. Een mooie, kleurrijke polyp vind ik dit altijd. Het is ook een polyp die lekker veel gas geeft. Goede shows erbij. Nou, wat wil je nog meer? Eigenlijk vrij weinig natuurlijk. En dan zit het ook nog eens een keer vol. Maar dit is best een goede kermis, Breskens mensen. Het is een kermis van een paar dagen. Voor mij 3 of 4 dagen. Maar het zijn wel 3 of 4 dagen. Als het weer mee zit, gewoon vlammen. Kijk, hij is er natuurlijk ook mee eens. Hij zegt yes, 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 yes. Nou, ik ben het er ook mee eens. Oh, heerlijk mensen. Oh, dat is toch genieten, baby. Als autoscooter, de autoscooter van Witte, hier heel veel staat hier in Zeeuws-Vlaanderen. Maar sowieso staat hij heel vaak in Zeeland. Ja, goede kermisprovincie, mensen, Zeeland. En zo kan je hier met de visserijfeest in Breskens ook weer lekker hotsie, botsie, botsie doen. Nou, geloof mij, dat doen ze wel hoor, s'avonds, hotsie, botsie, botsie. Bij de Decadent van Valen. Ja, die gewoon van Emmen naar Breskens is gereden. Kom nog tegen onderweg, leuk verhaaltje eventjes. Ik was aan het waar kwam ik vandaan? Dat weet ik eigenlijk nou niet meer. Maar toen kwam ik de Degra's tegen bij net naar Roosendaal. Ik denk, wat rijdt daar nou ineens? Ja, dat was de Degra's. Het is toch altijd mooi om te zien, hè? En dan ben je gelijk afgeleid. Dus ik zat bijna in de vangrail. Maar goed, hij staat nu hier helemaal in Breskens opgebouwd. Dan moet je nagaan hoe goed deze kermis is, hè? Nou goed, we wachten even tot hij vol gas geeft en dan maken we nog een paar leuke shotjes natuurlijk, hè? Oh ja, trouwens heeft hij nog een Tesla aangeslingerd. Speciaal voor de video's natuurlijk. Snap je natuurlijk ook wel. Eventjes natuurlijk opvallen hier. Ah, niet alleen die brommer doet, hè? Hing, hing. Deze op de snelweg ook, hoor. Ik hoorde die motoren van die dikke vrachtwagen gewoon flink loeien. Om natuurlijk zo snel mogelijk in het mooie Zeeland te zijn. Mocht je trouwens nog bij de Degra's willen werken, dat kan, hè. Ze zoeken personeel. Goed en betrouwbaar personeel. Dus ben jij goed en betrouwbaar personeel? Je kan solliciteren. Doe dat op een Facebookpagina. Heb je toch even een mooie reclame? Ik denk dat ik een vacaturebank ga beginnen.
Overigens interessante informatie, want volgens mij een van de personen die met mij mee was, die wist dat nog niet. Dus ik zal het nog eens een keertje zeggen hier in de video. Dit is geen husbreakdance, wist je dat? Nee, dit is een Nauta Bussing Star Dancer. Bijzonder aan deze breakdance is ook dat hij twee kanten op kan draaien. En dat kan een husbreakdance bijvoorbeeld niet, hè? Neem het toch even mee in deze video. En dat, deze interessante informatie krijg je natuurlijk alleen maar hier op de PTK, mensen. Daar staat nog een lijntrek, die kunnen we even niet goed in beeld brengen. Maar goed, ik vermeld het toch eventjes. En dan hebben we hier wat eet- en spelzaken. Bijvoorbeeld voor Kevin, speciaal voor Kevin. Hier eentjes vissen. Ja, dan kan hij nog een keertje komen oefenen hier in het mooie Zeeland. Pink date en snackkraam. Dan hebben we hier nog de schietent. Ook belangrijk op een kermis. Rovers daar die hier illegaal bezig is in Zeeland, want hij zegt namelijk patat en snacks. Patat? Patat in Zeeland, dat kan niet, mensen. Dat moet gewoon friet zijn, mensen. Spellingsfoutje, dat kan je wel eens hebben, maar dit zijn geen spellingsfoutjes meer natuurlijk. Elk jaar vaste gast hier in Breskens, het is Fun Villa van Verwijk. Na een stukje gelopen te hebben, we lopen trouwens nog steeds over de snuffelmarkt. Nou, ik heb me echt helemaal de kleren gesnuffeld. Komen we op het tweede gedeelte van de kermis aan met eentjes, weer eentjes visie, Kevin. Het is niet te geloven, ze denken dat jij hier woont volgens mij. Dan komen we de minicar tegen. Als familieachtbaan de Jungle Express van Ariaans. Tegenover de Jungle Express staat dan de Muziek Express. Zou ze dat nou expres gedaan hebben, mensen? Normaal gesproken is Bressen altijd de vaste plek voor de swingbop van Mobron. Alleen, ja, vraag me niet waarom. Die heeft gekozen om in Noord-Holland te staan. Nou ja, dat snap ik dan niet, maar hij staat in Medemblik. Ja, ja, daar staat hij gewoon. Die kiest hij dus boven Breskens en daarom heeft Van Zundert met de Muziek Express nou deze plaats overgenomen. Voor dit jaar. Ik denk dat volgend jaar Swingbop gewoon weer terug staat. Ja, en dat is natuurlijk vet, hè, mensen, want ik vind het best wel een vette attractie. Met een beetje rr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 
Goede attractie, mensen. Goede vervanger. Ja, mensen. De laatste zaak die we dan tegenkomen is... De Royal King. Met mensen, ja, dat is wel leuk. Opa Tony achter de microfoon. Ja, het is een hele lekkere schommel deze Royal King. Dus mocht je hem nog nooit gedaan hebben, dan moet je die eens een keer doen. Ik doe hem ook al graag. Hey, lekkere duizend show Tony. Overigens nieuw voor mij, deze Moving Heads. Alleen ze zijn al een jaar of drie oud, hoor ik net in de kassa. Nieuwe rook erbij. Ja, dankjewel Tony voor de medepresentatie hier. Maar voor mij zijn ze nieuw, die Moving Heads, want ik heb ze hier nog nooit bij zien staan. Elke keer als ik er ben, dan pakken ze die groot genoeg uit natuurlijk. Maar ze dachten nou bij Van de Bulk, ze dachten we doen het nu even wel omdat Patty er is. En dit is het moment dat het gaat gebeuren, hè. Vol gas, een volle poelen. En dan hoor je die geweldige show van Tony. Dat wil je. Here we go.
Nou mensen, je ziet het. De Fire Fun. In Laren deed hij het nog niet, maar nu weer wel. Gelukkig. En dus zijn er veel special effecten hier bij de Royal King. Kijk, je ziet het. Gaaf hoor. Zo, en dat was de kermis hier bij de visserijdagen hier in Breskens. Een hele mooie editie dit jaar, mensen. Met ja, toch een polypie weer terug. Goede breakdance. Royal King. Muziek Express. Gewoon een mooie editie. Ik heb ervan genoten. Beste show. Wat gaan we doen? Gaan we het doen, ja of nee, Dustin? Ja, ik denk het wel. Tony? Oh nee, Tony. Summer Party Bleep dan. Mensen, bedankt voor kijken naar deze video. Oh nee, nog niet bedankt voor kijken naar deze video. We gaan nu naar de volgende kermis. Let's go! Van Breskens gaan we naar Middelburg en wij staan even op plein 1940 waar een trampoline staat, een teacup en hoe heet dat hier, funny plates, waar je een nieuwe hoe heet het, kentekenplaat kan laten maken, vervalst, illegaals, nee, voor de leuk mensen, voor mensen thuis. Ja, ga even laten zien wat hier allemaal staat. We moeten wel opschieten, want we hebben nog een uur de tijd. Want dan sluit de kermis hier. Want de kermis sluit hier normaal gesproken altijd om 11 uur op zondag. En we zijn vandaag op zondag. Dus ik zou zeggen, we gaan beginnen. Wat? Let's go! We zijn nu op de markt terechtgekomen met Ballenfontein, Churros daar en hier Suikerspin. Het is een beetje te laat voor de kindermolen, dus die staat stil, maar wel hele mooie, van rampen. De markt is dit jaar opgebouwd in veel zijstraatjes. Zo zie je hier bijvoorbeeld de buggy, laat ik zo meteen nog even een shotje van zien. Ballonnen gooien, of kapot gooien van Ordelman en dan hier het oliebollenkraam. Jungle Safari dan in het volgende gangetje. Van Brunselaar, glaasdolf die we ook tegenkwamen in Renesse. En de Kamedra is daar tegenover. Curly chips en hier ja, ook nog wat zaakjes, bubble tea en nog iets. De mega booster van Stroeken. Booster gebouwd bij Fabri die iets anders staat dan normaal gesproken. De booster heeft al vaker op de kop gestaan hier, maar nooit zo ver. Naar rechts, waardoor ze aan de rechterkant van de booster behoorlijk wat snoeiwerk hebben moeten doen. Maar hij staat wel heel mooi, deze booster hier. Kijk, en ik zal even laten zien wat ik dus bedoel met goed uitmeten. Kijk eens eventjes. Komt ie. Ja, dat is heel mooi gedaan dit jaar. De Skibal Mafia staat hier gewoon en tegenover dan geen hoe heet het, Hero City die hier volgens de lijst zou komen staan, maar Ghost, even kijken wat is het, House, Ghost House. Ja, want Ghost, er is nou zoveel met Ghost dat ik het allemaal niet meer weet, mensen. Het is en het blijft een schitterend spookhuis na zijn restyle afgelopen winter. Hier kan je nog penalty schieten. Het betere likwerk en het zuigwerk is hier ook op de kermis. En daartegenover Pusher Palace van Jos Roels. De Space Jam van Rozen staat hier ook. Zou niet aanraden om op je brood te smeren, die Space Jam. Het is een Starfire gebouwd bij AK Ride. Van 40 meter hoog, kermismaten. Helemaal uitklapbaar. Precies wat een exploitant tegenwoordig wil, hè? Een echte schommelplaats, want hier hebben zoveel schommels gezien. Denk aan The Sensation,
extreme. Nice and strong. Kom op! Maar ook de chaos heeft hij zelfs gestaan. Ja, ja, het is niet te geloven, mensen. De laatste jaren is hij vast voor de impact. Overigens, Dominator heeft ook wel eens hier in Middelburg gestaan, maar die stond toen gewisseld met de zaak die we zo meteen nog gaan filmen. Bij de Future Dance van Michael de Voer. Zolang ik in Middelburg kom, staat deze breakdance hier in Middelburg. Volgens mij heb je nog nooit overgeslagen. En zo ook dus dit jaar weer. Het is het prototype breakdance nummer 1, nummer 3. Ik zit nou te zeggen nummer 1. Een amateuristische uitspraak is dat weer. Dat betekent dat het de eerste gebouwde is. Nou, dat zou je niet zeggen als je het ziet, hè. Ja, dat is toch fantastisch, mensen. Naar Renesse, ging hier naar Middelburg, hierna nog naar Goes. Het welbekende rondje Zeeland voor de Future Dance Baby. Ja, en dat is geniaal. Dat is fantastisch. Ik zei al in mijn intro, mensen, ik heb haast, had ik. Ja, en het is maar goed dat ik haast had, want het is donker. Ik doe het licht uit, dat hebben ze gedaan net. Dus ik heb het maar net gered allemaal. Nog even een paar ritjes vuurtjes gedaan, 2. Heerlijk was dat weer, hè. Echt genieten was het, hè? Ja, zeker. Ja. Dat was hem? Ja. Hoezo? Hè? Hoezo? Nee, gewoon... Nee, ja, dat was vanouds, hè? Vanouds, ja. Ja, ja. Ik moet even goede reclame maken voor wegens een bepaalde omstandigheden voor de Future Dance, want ik weet het ook niet. Maar goed, kermis in Middelburg gaat wel achteruit. Laten we daar gewoon wel even eerlijk in wezen. Ik heb het in Vlissingen al gezegd, die kermis ging achteruit. Renesse was niet al wat het had moeten zijn, maar dat kon ik nog begrijpen. Middelburg is ook niet meer wat het zou moeten zijn. Geen topper. Al staat er een mooi basispakket, hè? Een booster, een hoge zweef, een schommel en een hele goede breakdance. Dat staat er wel, alleen ja, het is niet meer zoals vorig jaar bijvoorbeeld dat we er eventjes hier een reactor binnen harken. Dat staat er dit jaar niet bij. Goed, spookhuis heb ik dat nog vernoemd, want anders krijg ik dat ook weer. Je spookhuis niet vernoemd. En terecht, moet je natuurlijk alles moet je benoemen. Glazen Dolf, vergeet ik dan ook bijna, staat nog een Glazen Dolf. Dus dat is het basispakket wat er staat, is goed. Maar er staat geen uitblinker meer. Ik moet je ook eerlijk zeggen, als ik zo'n beetje als specialist kijk naar deze kermis, geloof ik ook niet dat dat nog een keer terugkomt. Ik bedoel, het was vanavond leuk, maar daar heb je ook alles mee gezegd qua drukte. De spelzaak al helemaal, al geen ene fluit meer te doen. Maar het was niet heel top, moet ik je zeggen. Desalniettemin hebben we toch genoten. Ik hoop dat je ook genoten hebt van deze video. Ook in de combinatie met Breskens. Dat heeft misschien de video nog een beetje omhoog gehaald. Want ik moest hier natuurlijk vluchtig erom eventjes alles snel filmen. Dan komen we op het puntje beste show uit. Dan moet ik even goed nadenken, want op zich gaf Impact weer wel redelijk stabiele shows weg. En dat was bij de Future Dance weer niet zo. Nou moet ik zeggen, we hebben één rit Future Dance gehad. Daar werden mijn haren staan er nog van overeind. We werden gewoon weggeblazen, zo'n show zat erbij. Dat was echt niet normaal. Door de rookmachine niet alleen, maar ook door het geluid wat uit de speakers kwam. Qua microfoonshow was het echt bizar. Maar ga ik door één rit... Wat zou jij doen? Eén rit, ga ik daar de Future Dance de beste show voor geven? Ja... Beste show Future Dance. Beste show Future Dance hoor ik net, mensen. Nou, ervaringsdeskundige. Dus beste show Future Dance. Abonneer op de kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Luister ook de podcast met jouw favoriete podcastplatform. Is er eergisteren weer online gekomen van 2 uur, dus geniet ervan. En er komen binnenkort nog meer online. En binnenkort natuurlijk, Tony. Kermis TV Goes. Dat wordt leuk. Ja, dat wordt spektakel, mensen. We gaan schieten, misschien wel. Ja... We gaan schieten, Tony. Op wie? Ja, of op wat? Of moet op elkaar. Of moet ik mijn pudding mix meebrengen? Nee, ja, zo hoeft het ook niet te wezen. Maar hoe dat allemaal in elkaar zit, hoor je allemaal en zie je allemaal in Kermis TV Goes. Ik zwaai hem af. Toeledokio, laat je likken.